Na de nationale dialoog is een monitoringsteam ingesteld om het regeringsbeleid te evalueren en feedback te verzamelen. De werkgroep onder leiding van Alvin Roosveld bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, vakbonden en buitenparlementaire politieke partijen. Op 7 november 2024 begon het team met gesprekken met de deelnemers van de nationale dialoog om ervaringen en verwachtingen over het beleid te verzamelen. Roosveld benadrukt dat er nog veel werk te doen is en dat niet alle beleidsmaatregelen zijn waargemaakt. De ECD heeft op 6 november 2024 streng gecontroleerd op supermarkten in de districten Marowijne en Kommewijne. Tijdens de controles werden overtredingen zoals prijsopdrijving, gebrek aan prijsaanduiding en de aanwezigheid van smokkelwaar geconstateerd. Verschillende supermarkten werden gesloten en smokkelsigaretten werden in beslag genomen. De ECD roept winkeliers op om mee te werken aan controles en zich aan de wet te houden. De samenleving wordt aangespoord om vermoedens van prijsopdrijving en smokkel te melden. De VSB en ASFA ondertekenden op 1 november 2024 een MOU waarmee ze hun samenwerking voor de duurzame ontwikkeling van Suriname en de versterking van de private sector bevestigen. Deze stap markeert het begin van een verenigd Surinaams bedrijfsleven met focus op gezamenlijke standpunten, commissies en administratieve samenwerking. De samenwerking zal zich in de toekomst uitbreiden naar andere sectororganisaties en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.